Wij zijn hier een opleidingslocatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die wij hier opleiden voor de horeca, het mooie horecavak. Wat betekent afstand tot de arbeidsmarkt? Ja, dat kan diverse redenen hebben dat mensen een afstand hebben. Sommigen hebben een gaatje op hun cv. Anderen hebben toch iets meer moeite om in het normale bedrijfsleven aan het werk te komen. En wat wij doen is hier op maat werk maken en hen helpen, begeleiden en opleiden voor het horecavak. We hebben, zoals u ziet, hierboven is een hele mooie keuken. Dus echt voor kok, zeg maar. Zelfstandig werkend kok en beneden voor gastheer of gastvrouw. En zijn de mensen ook al uitgestroomd, echt naar een betaalde baan? Zeker. Hoeveel dan? Ik denk op dit moment 3. We zijn in mei gestart en we hebben eerst een maand proef gedraaid. Dat was ook heel hard nodig, want het pand was natuurlijk helemaal nieuw. Om alle machines een keer te gaan aanzetten, uit te proberen, wat kunnen ze? En wat kun je hier maken, wat kun je aanbieden? Daar hebben we toch echt nog wel even een paar weken tijd voor gehad om dat te realiseren. Toen deze uitdaging op mijn pad kwam, toen heb ik gezegd, weet je, je hebt een beetje kennis, kunde en ervaring opgedaan in je leven. En als je nu de kans krijgt om dat te gaan delen, te delen met mensen die het nog veel harder nodig hebben, dat was voor mij echt de aanleiding om te zeggen van dit ga ik doen. We hebben hier ook een heel mooi bord. Daar staat met koeienletters op, Stichting Hardwerk. Mede dankzij hen is dit allemaal tot stand gekomen. In beginsel was het bedoeld voor alle bedrijven hier op het bedrijventerrein konden geen kopje koffie en een broodje krijgen. En nu blijkt dat behalve dat ook, dat wij ook andere doelgroepen kunnen bedienen. Gewoon hele leuke mensen, klanten van buitenaf die spontaan komen.